Vandaag is weer een deel van de duurtest. Editie 2023. Nou, dit motorseizoen heb ik eigenlijk niet zo heel veel gereden eigenlijk. Maar een paar duizend kilometer. En dat komt eigenlijk hoofdzakelijk omdat ik natuurlijk, sinds ik van werk veranderd ben, gebruik ik de motor niet meer om naar mijn werk te rijden. En het kan wel 700 kilometer in een maand schelen. Nu ineens liet je vaak in, nou rijdt het puur voor mijn plezier. En dan moet het met mij even goed gaan, hè. In dit voorjaar heel veel regen gevallen. Het duurde lang voordat het een beetje tof weer werd. En toen het zo'n mooi zomer werd, was het ook gelijk dik 30, 35 graden. En ja, dat is ook niet zo leuk. Dan drijf je gewoon je pak uit. Maar goed, we hebben een aantal dingen te melden voor dit jaar. De achterschokdemper was lek, ESA. Dus dat was niet zo leuk, dat is ook een duur geintje. En in tegenstelling tot heel veel anderen doen, heb ik geen alternatief merk genomen. Maar heb ik hem laten reviseren. Om twee redenen. Dit is een White Power van BMW. Tenminste een White Power. En BMW monteert hier gewoon eerst de montage. En deze dingen kan je in tegenstelling tot andere modellen prima reviseren. En dan ben je aanzienlijk minder kwijt. Hè? Dan ben je voor 375 inclusief demontage en montage ben kwijt. Koop je een Wilbers schokdemper, die demper kost al €800. En dan moet hij er nog onder. Dan ben je gauw 100, 150 euro verder. Dus daar heb ik voor gekozen. Nou is die Wilbers demper wel beter. Maar zoals ik hem gebruik, ja, ik haal niet de onderste kant. Dus dat heb ik maar, ja. Ik denk, ik laat dat geld gewoon in mijn zak zitten. Nou, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben een nieuwe achterband gemonteerd. De andere was gewoon op. Weer een Bridgestone. A41 heb ik nou in plaats van een 40. Ik heb er nou een paar honderd kilometer mee gereden. Ik ben er eigenlijk wel tevreden mee. De oude 40 deed het prima en deze 41 doet het eigenlijk ook prima. Dit jaar hebben we eigenlijk ook de Kadan. De Flensburg olie en de Kadan olie hebben we ververst. De remvloeistof voor en achter is gedaan. ABS gespoeld. Dat heb ik als het ware extra gedaan dit jaar. Dat moet je eigenlijk iedere twee jaar doen, twee, drie jaar moet je dat doen. Dus dat hebben we maar ook netjes gedaan. Ja, natuurlijk uiteraard oliefilter en dat soort ongein. Maar omdat ik maar natuurlijk maar een paar duizend gereden heb, heb ik dit jaar niet de kleppen open gehad. En dat zou ik pas doen als ik pas echt flinke afstanden zou rijden. En wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb een Corbin zadel op de kop weten te tikken. Het heeft een paar kleine beschadigingjes. Maar als je erop zit, zie je er niks van en je merkt er al nog minder van. Behalve dat hij nou echt gewoon lekker zit. Hij rijdt heerlijk met het zadel. Je kan echt heel lang op de motor rijden. Normaal als je een drie kwartier, een uur op de motor zit, dan wil je er eigenlijk wel af, want hij is gewoon houten kont. Maar hier kun je gewoon twee, drie uur achter elkaar rijden en dan merk je wel dat je gereden hebt. Maar niet dat je een houten reet hebt. Dat hebben we er gedaan. Nou, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb de elektronica wat aan laten passen. Als je goed kijkt in de hoek hier, dan zit hier, als de handverwarming aangaat, komen de symbooltjes in het scherm te staan. Dus dat heb ik nou laten aanpassen, want die software heb ik niet zelf met de kabel. Nou, wat heb ik nog meer uitgespookt? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb het goed gewassen. En ja. Ik heb eigenlijk veel toertochten gereden en ik heb een andere luchtfilter gemonteerd. Het luchtfilter wat er straks origineel onder zat, die was behoorlijk vervuild. En dat viel me eigenlijk wel tegen dat hij, want zo idioot zoals is te kopen. Ik ben vanuit gegaan dat hij toen nieuw is ingegaan. Heeft hij niet gereden. En dat hij toch, ja, toch eigenlijk wel behoorlijk versmeerd was. Ik heb er gelijk een sportfilter ingezet. Twee redenen. Iets meer lucht. En deze kan je gewoon steeds schoonmaken. Niet zoals die andere dat je hem gewoon kan weggooien. En in theorie zou je ook wat meer vermogen moeten hebben. Niet dat dan nou echt een ding vindt, een ding vermogen zat. Daar gaat het niet over.
En het opgevallen is dat het verbruik iets gedaald is. En je krijgt nu vrij makkelijk 1 op 20, 1 op 21. En dat vind ik voor een grote 12 cc motorfiets, een boxer twin, toch helemaal niet verkeerd. Daar kan je eigenlijk helemaal niks van zeggen. Nou, wat heb ik nog meer uitgespookt? Ja, we hebben een keer goed schoongemaakt. Dat was het eigenlijk wel. Nu is het eigenlijk gewoon rijden. Het is nu eind september. Ik denk niet dat ik de 5000 kilometer nog ga aanraken qua kilometers. Terwijl normaal wel zulke afstanden per jaar uit. Tussen de 5000 en 7000. In een goed jaar een keer 10. Maar dat ga ik gewoon niet redden. Hè. Het voorjaar was natuurlijk heel lang nat. In de zomer was het gewoon dat je gewoon weken niet kon rijden vanwege de grote hitte. En ook weer een periode wisselvallig gehad wat erna kwam. En dat zorgt gewoon voor dat je gewoon rustig 2-3 weken geen meter rijdt. Dan moet je echt in de hoekjes en de gaatjes van de tijd zoeken dat je weg kan met je motor. Beetje jammer natuurlijk. Want ja, het is een prachtige machine die heerlijk rijdt. Daar wil je kilometers mee maken en dan gaat dat niet. Dat is jammer. Maar goed. Nou, ik heb geen vragen gekregen eigenlijk deze keer. Dus ik wou hem eigenlijk weer hierbij laten. En we gaan doorrijden tot volgend jaar.